Bij Nijmeegse Kennis gaan we op bezoek bij innovatieve bedrijven of instellingen. Zij laten hun nieuwe producten en werkwijzen zien en vertellen wat het voordeel is voor onze samenleving. Company at the heart of the recent Facebook privacy scandal is closing its doors. Political consulting firm Cambridge Analytica. De krant NRC Handelsblad doet nieuwe onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Steeds meer zaken in het leven spelen zich online af. Digitaal doe je je belastingaangifte, zaken met de overheid regel je digitaal, zaken met je bank regel je digitaal, met je verzekeraar, met je pensioen, met je energiemaatschappij. Eigenlijk overal heb je een account, heb je een wachtwoord en laat je bergen met gegevens achter. In ons leven wordt eigenlijk onze digitale schaduw een steeds belangrijker element. Op de 19e verdieping van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit spreken we met Sietse Ringers, medewerker bij Privacy by Design. Sietse, jullie hebben een app ontwikkeld en die heet Irma. Dat is een mooie naam, maar wat betekent het eigenlijk? Nou, Irma staat voor, het is een afkorting, het staat voor I Reveal My Attribute. Dus dat is ik onthul mijn attributen. En attributen, dat zijn kleine stukjes persoonsgegevens, zoals ik ben ouder dan 18 of ik ben lid van de NRC of ik woon in Nijmegen of wat dan ook. Kan van alles zijn. En het idee is dat je die eerst ontvangt in jouw Irma-app. Daar worden ze dan in opgeslagen. En op een later moment kun je ze daarvan uit ook weer tonen aan bijvoorbeeld een website. Als je daar moet aantonen dat je ouder bent dan 18 om bijvoorbeeld een spel te kopen. De geestelijke vader van Irma is de Nijmeegse hoogleraar Bart Jacobs. Bart Jacobs staat al jaren bekend als de waakhond van onze digitale veiligheid. Wat heeft u precies gemaakt met Irma? Vanuit de stichting Privacy by Design die ik opgericht heb, hebben wij een app gemaakt, de zogenaamde Irma-app, waarin je attributen, eigenschappen van jezelf kunt verzamelen en die vervolgens selectief kunt laten zien. Dus met die app kun je bijvoorbeeld online bewijzen dat je boven de 18 bent, zonder dat je verder iets anders van jezelf onthult. Als ik het goed begrijp, is het zo dat dus mijn persoonsgegevens een soort attribuut worden dat ik aan andere partijen kan verstrekken. Denkt u dat gewone Nederlanders dit zullen gaan begrijpen? Ik vind het altijd heel erg moeilijk om in te schatten wat een gemiddelde Nederlander of een gemiddelde gebruiker wel of niet begrijpt. Als je 25 jaar geleden aan mensen vroeg, wil je een mobiele telefoon? Dan zei de meerderheid ook nee, hoezo? Heb ik helemaal niet nodig. Dus soms is het een combinatie van enerzijds vraag vanuit partijen, anderzijds moet je het aanbieden waarmee mensen op een gegeven moment zeggen, verrek. Dat is handig. Er wordt vaak gesproken over digitale identiteiten. Dat ja. die persoonskenmerken, dat wordt verstaan onder die digitale identiteit. Ja, ja. Ja, kijk, mensen hebben een identiteit. Hè? Je hebt een naam, je hebt een paspoort. Dat is, nou, laten we zeggen, de analoge identiteit. En wat je ziet is dat steeds meer van allerlei dienstverleningsprocessen, dat verplaatst zich naar het internet. Vroeger ging je naar een balie, maar nu log je in om iets te doen. Ja. En dat is hartstikke makkelijk. Je kan dat verplaatsen naar het internet, maar dan moet je het wel doen op een manier die veilig is en betrouwbaar. Ja. En voor heel veel van dat soort processen moet de overkant, die website, moet precies weten wie jij bent voordat ze eigenlijk iets kunnen doen. Ja. Je kan bijvoorbeeld denken aan je wil misschien online je eigen medisch dossier inzien. Ja. Die website die mag dat alleen maar doen als zij heel zeker hebben vastgesteld dat je echt wel bent wie je zegt dat je bent. Ja. Want als dat niet zo is, dan heb je een datalek. Dat is een probleem. Ja. Dus er moet een manier zijn waarop jij digitaal online kan bewijzen wie je bent, dat je zegt dat je bent. Ja. Dat is digitale identiteit, dat valt daaronder. Ja. En het is voor een organisatie belangrijk dat ze weten van wie jij bent. Ja. Maar het is voor jou ook belangrijk dat je weet van dat de organisatie netjes met jouw persoonsgegevens omgaat en er niet meer vraagt dan wat nodig is. Kun jij uitleggen van, zijn er voorbeelden van dat er dan misbruik gemaakt wordt? Jullie hebben dit niet voor niks ontwikkeld, dus blijkbaar. Ja, nog niet per se misbruik misschien, het in de zin dat mensen echt met kwade bedoelingen dingen doen. Dat gebeurt natuurlijk ook, je hebt identiteitsfraude. Wij zitten meer aan, kijk, je kan nu op allerlei plekken inloggen met DigiD of je kan inloggen met via Google of Facebook. Ja. Dat werkt wel, maar als je dat doet, dan geef je altijd je volledige identiteit vrij.
dus je BSN of je voornaam en je achternaam. BSN dat is? Een burgerservice nummer, okay. Dat iedere Nederlandse burger heeft dat. Ja. Dat identificeert jou uniek voor binnen het overheidsdomein. Ja. Het is een heel gevoelig persoonsgegevens, wordt dat beschouwd. Ja. Terwijl voor heel veel van die processen is het helemaal niet nodig dat de overkant exact te weten komt wie je bent. Ja. Misschien bestel je een pakketje, is eigenlijk alleen je adres nodig. Ja. Of misschien wil je een game bestellen, is alleen je leeftijd nodig en niet je naam. Dus al die processen, zoals ze nu zijn ingericht, die vragen eigenlijk om veel meer gegevens dan nodig is. Dat is dus slecht voor je privacy, want je geeft jezelf helemaal bekend wie je bent. Ja. En wij hebben een oplossing gemaakt waarmee je veel selectiever bepaalde persoonsgegevens wel of juist niet kan tonen. De gemeente Nijmegen maakt inmiddels ook gebruik van de Irma-app. Hey Martijn. Dag Wouter, welkom in Nijmegen. Ja, leuk hier te zijn. Wat zijn jullie precies aan het doen met de Privacy by Design app? Wij zijn in contact gekomen met de Privacy by Design Stichting. En zij vertelden dat de app pas echt voldoet als er betrouwbare persoonsgegevens in zitten. Nou hebben wij daarover gesproken met webwinkels en met partijen in de zorg. En zeiden eigenlijk de enige gegevens die wij vertrouwen, dat zijn gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie, de BRP. Nou is het zo dat er landelijk wel een tijd duurt voordat dat in de app zou kunnen komen voordat de beleidsafdelingen achterover gaan. En wij in Nijmegen hebben gezegd, wij vinden deze app goed. Hij voldoet eigenlijk aan alle privacy eisen die wij daaraan stellen. Wij gaan die gegevens leveren. Kun je eens laten zien hoe dat werkt? Dat kan ik laten zien. Kijk, we hebben in Nijmegen deze pagina gemaakt. Nijmegen.nl zoek je op Irma en dan kom je op deze pagina. Daarop kun je inloggen met je DigiD. En als je met je DigiD inlogt, dan krijg je een pagina, een QR-code te zien. Die je kunt scannen met de Irma-app. En dan laat je de gegevens uit die basisregistratiepersonen laat die in je Irma-app. Dus als ik het goed begrijp, laad ik mijn gegevens hiermee op mijn telefoon en kan ik die vervolgens met zekerheid aan derde partijen gaan verstrekken. Inderdaad, waar de websites of andere partijen die Irma's inlogsysteem hebben, kan ik nou mijn persoonsgegevens voor inzetten. Ik kan laten zien hoe het nou gaat. Als ik naar marktplaats.nl ga, dan kan ik inloggen. En op dit moment kan ik dat dus doen met Facebook en met Google. Of met de wachtwoord, waarvan we weten dat Nederlanders 25 wachtwoorden hebben. Nu met Facebook en met Google weet Facebook en Google dat ik op Marktplaats zit. Zou hier de Irma-knop bij staan, dan weet Marktplaats zeker dat ik het ben. Dan heeft de verkoper de vertrouwen van, dit is echt personen uit Nederland met een echt adres. Voor de rest vertrek ik geen enkel gegeven wat niet nodig is en niemand volgt mij. En een ander belangrijk punt is dat, en ook een van de dingen die ons echt onderscheidt van DigiD of login met Facebook, is dat wanneer je dat doet, wanneer je attributen toont, en bijvoorbeeld aan zo'n demo die ik net liet zien, dat die gegevens die gaan rechtstreeks vanuit jouw Irma-app naar die website. Dat gaat niet langs een centrale partij, zoals de overheid in het geval met DigiD. Ja. Want met DigiD zien zij dus, in principe kunnen ze zien wat je doet, bij wie en wanneer. Ja. Dat kan super privacygevoelig zijn en bij ons gaat dat dus rechtstreeks. En dat is ook weer een van de manieren waarop we de controle over die persoonsgegevens echt bij de burger zelf proberen te leggen. Ja. En misschien een voorbeeld, want gisteren heb ik een proefversie van Photoshop Elements gevraagd. Oh ja. En dan kon ik met Google inloggen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Dan gaat het via Google dus. Ja, Google heeft gezien dat jij bij Adobe bent ingelogd. Ja. Zij hebben van alle keren dat jij met Google hebt ingelogd ergens, hebben gezien waar dat was. Misschien, jij zal het niet zijn, maar je kan misschien zometeen bij Google inloggen bij je psychiater of zo en je medicatie bij. Dan wil je toch eigenlijk niet dat Google dat te weten komt, of DigiD. Ja. En bij ons zou dat dus rechtstreeks gaan. Ja, oké, dat is duidelijk. Ja.